Maar voor mij is het een geweldig instrument. Ik kan met Twitter... ik heb dat ook wel eens in een plaatje gedaan, dat meneer Trump, die gooit een baseball over een stel journalisten heen bij iemand die op de bank zit, zoals u en ik op een stoel en hem ontvangt. Je kan, zeker partijen als de mijne, die niet altijd even vriendelijk worden bejegend door alle journalisten, ik ben al heel erg voorzichtig in mijn uitdrukking, is het een geweldig middel om rechtstreeks je mensen te bereiken. En waarbij u inderdaad in dat plaatje ook gewoon RTL Nieuws, NOS Journaal, één vandaag, een Nieuwsuur slaat u allemaal zo op. Slaat u zo over. En uiteindelijk gebruiken ze het toch. Dus het, ja, weet je, het kost, het spaart een hoop gedoe. Je kan de boodschap rechtstreeks, hij wordt niet gefilterd. Het is een stuk goedkoper. En ja, het is de nieuwe media. Facebook, Twitter, dat is toch waar. En niet alleen in Nederland, in heel veel landen. Je zag dat ook in Amerika. Je ziet dat, je zag dat bij Brexit al. Die dat gebruiken. En ik vind het geweldig om te doen. Ik hoef niet meer met een persbericht de Telegraaf, RTL, de Volkskrant of de NRC te bellen. Dat laatste deed ik toch al niet zoveel. Om te kijken of men met iets doet. Je kan rechtstreeks je boodschap aan de burger geven. En dat is hoe ook nieuwe campagnes gevoerd gaan worden.